Hoe sta je na verlies weer op? Hoe ga je verder? Voor mij begon die zoektocht in het Lloyd Hotel. Ooit plek waar Oost-Europese Joden op weg gingen naar Amerika. Naar de nieuwe wereld. Op de vlucht voor vervolging. Naar een plek om te dromen van een betere toekomst. Daarom koos ik dit hotel ook als uitvalsbasis om mijn boek te schrijven. Een boek over persoonlijk verlies en een boek over verliezen in de politiek. Maar juist na zo'n nederlaag ontstaat er ruimte. Het boek beschrijft de reis die ik heb afgelegd. Wat me drijft als politicus. Dat je nooit moet wegkijken bij misstanden. Het verlangen naar saamhorigheid. De strijd voor vrijheid en zekerheid van bestaan voor ieder mens. In mijn boek neem ik je mee, achter de schermen. Mijn jaren als vicepremier. Maar ik laat ook zien hoe we nu, vanuit de oppositie als Partij van de Arbeid, weer aan het opstaan zijn. Een fantastische reis waarin ik dankzij alle mensen die ik spreek steeds strijdbaarder en optimistischer word. Ik denk dat dat gevoel van opstaan na een klap voor heel veel mensen herkenbaar is. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt.